Oh my god, mensen. Vandaag is donderdag. Dus zeggen we goedemorgen deze morgen. Mijn naam is Pippi Blee. Nieuwe dag, nieuwe video. Vandaag een keer een ander soort video. Omdat ik zo'n beetje, ja, ik wil wat video's blijven maken. Dus ik wil dat dan ook gewoon doen. Ik ben hier ook tezamen met een goede vriend, de Darth. Darth Vader. En wat zou ik willen doen? Ik zou vandaag mijn laserdisc speler willen installeren. Hier op de tv. Ik heb ooit een keer een laserdisc speler gevonden op de rommelmarkt voor 50 euro. Er zat wel geen afstandsbediening bij. Maar op de laserdisc speler kun je alles zelf bedienen. Dus eigenlijk in principe heb je geen afstandsbediening nodig. En het is ook niet dat ik dat super veel ga gebruiken. Maar het is gewoon pure nostalgie voor mij. En daarom wil ik dat gewoon installeren. Daar is ons zolderke. We gaan er van eens een keer naartoe gaan. We gaan dat hier open doen. Voilà, zie. Dus dat is hier zo'n soort kruipzolderke. Of hoe noem je dat? Zo. Voilà. Hier is het licht. Dat hem hier laten installeren. Voilà, zie. De light is hier. En hier, mensen, staat de laserdisc speler. Voilà. Dus we gaan dat een keer uithalen. Voilà, dus ik heb hem hier op het bed gelegd, de laserdisc speler. We gaan even kijken hoe dat eruit ziet. Ik heb normaal twee laserdiscs er ook bij gekocht. Dat was een van La Bamba. Zo, maar het was ook de enige twee die aan zaten. Maar sowieso, de laserdiscs, je vindt dat zelden op de rommelmarkt. En een van White Fang 2. Voilà. Zo, dat is hier de speler. Zo, voilà, dat is hem. Dat is eigenlijk een heel grote bak. Dus ik ga nu proberen om de tv kan ik nog een klein beetje opschuiven. Dat kun je hier zien. Kan ik nog een klein beetje opschuiven. Zoveel ongeveer. Dus dat ga ik proberen te doen. En dan heb ik daar nog een klein beetje plaats over. Dus hier heb ik nog een klein beetje. En daar misschien nog zoveel. En ik denk dat er juist gepast gaat tussen kunnen. En dan kan het dine versterker er van bovenop staan. Maar ik ben niet zeker of dat gaat lukken. Dus we gaan dat nu eerst een keer proberen. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik ook van onze Bart, dus mijn collega, heeft kabels meegebracht, omdat ik heb gisteren al geprobeerd voor een keer te kijken welke kabels dat ik nodig had. Dus ik had gisteren al gekeken voor welke kabel. Ik kan ermee babbelen. Dus ik heb gisteren al een keer gekeken wat voor kabels dat ik nodig heb. Dus dat ik wou zijn. Zo, en dus de aansluiting zijn deze. Dus SCART, ofwel zo'n gele wit rood. Het zit ook een digital, een optical ingang in. Zo, dan moet je dat eruit trekken. Zo. Dus, maar mijn tv, dat is natuurlijk een moderne LED-tv, heeft totaal geen SCART meer, maar wel zo'n geel-wit-rode ingang. Dus, ik had gevraagd aan de Bart. En hij soms nog zo van die kabels. En Bart zei, ja, ik heb dat nog. Dus heeft hij dat meegebracht. En nu gaan we dan een keer proberen of dat effectief wel lukt. Let's go, yo! Voilà, ik heb hem een klein beetje grof geïnstalleerd.
Zo, hij staat hier. Het enige dat wel ambetant is, is dat deze is ietsje breder dan de dien. Maar die in onderste, de laserdisc zelf, is wel veel breder. Dus kan niet zeggen van ik ga de andere, allez, ik ga deze hierop zetten. Want dat gaat, volgens mij gaat dat gewoon niet lukken. Want volgens mij had dat dan zo wankel-wankel staan. Maar maakt niet uit, dat kan ik zobiet nog wel zien. Ik ga eerst een keer proberen voor hem. Hij is aangesloten. Ga maar een keer kijken of hij werkt. En inderdaad, hij werkt. Zo, we gaan een keer TV aansteken. TV is hier. We gaan dat al een keer doen. En op het juiste kanaal zetten. Wacht even. Even kijken. Normaal moet ik hier opduwen. Zo. Volgens mij is dat die AV. Voilà. Ja, dat is al dat blauwe scherm. Dat is al een goed teken. Nu moeten we hem open doen. Waar staat hij? Open doen. Waar staat dat hier? Oh my god, ik moet echt zoeken. Dat is zo lang geleden. What the hell? Ik weet echt niet wat dat staat. Hulder had misschien al lang gezien hebben. Nee, dat is het niet. What the hell? Hoe krijg je hem open? Ik ga juist een keer moeten zoeken hoe dat je hem open krijgt in de speler, want I don't know. Oké, de dommerik dat ik ben, het was dus eigenlijk heel simpel. Het was gewoon hier op dat knopje duwen. Dus dat je hierop duwt, voilà. Dat gaat hij open. Dus dat is een hele grote DVD die daarin moet. Dus we gaan nu een keer één erin steken. Een dien hier van La Bamba. Wacht hé. Ik ga dat misschien hier staan. Zoiets. Oké. Wacht hé. Het is een beetje een raar video. Maar ja, het is wel wat het is, mensen. Voilà. Dus dat is de laserdisc La Bamba. Dus, en hoe zie je zo'n laserdisc eruit? Dat is gewoon een hele grote soort DVD. Voilà. Zo. En dus het een A-kant en een B-kant. Dus side 1. Voilà. Dus die side 1 moet omhoog. We gaan dat zo doen. Voilà. En nu gaan we hem toedoen. En hopelijk werkt hij. En nu duwen we hier op play. En nu ben ik echt een keer benieuwd. Normaal laserdisc. Play. En laat dat nu gewoon werken. Please. Side A. En de winnaar is... Oh yeah. Wel al beeld. Dat is al iets. Dus je ziet... Of je ziet niet, want dat is echt geen schoon beeld. Zeker niet op zo'n tv. Maar het is gewoon pure nostalgie. Kijk, dat is echt geen schoon beeld. Hè. Ik denk dat het zelfs beter zou zijn moest ik een gewoon ouderwetse tv kopen. En bijvoorbeeld later misschien moest dat bed weg zijn of zo. Dat ik gewoon daar een tv zet, een kleinere tv. Want dat is wel echt heel slecht beeld natuurlijk. Maar sowieso blijft het echt de max. Hè. Maar ik heb nog altijd geen geluid. Dus wat ga ik hier moeten doen? Dat hier een keer... Wacht, maar dat staat hier nog altijd aan. Dus dat mag uit. Dat mag aan. Mijn versterker. En dat moet hier op... Normaal moet dat op cd komen. En... Ah, voilà ze.
Ik heb geluid. En wat wil dat zeggen, mensen? Dat mijn laserdisc 100% werkt. Dat is echt de max. Moest ik nu nog een keer een ding kunnen vinden, een we noemen het een afstandsbediening, zou het nog een keer de max zijn. Dus of moest je huldragers weten dat je zo een afstandsbediening kan kopen, een Pioneer Laserdisc Player CLD1600. Maar dat geluid is gewoon overdreven goed, hè? Dus geluid van laserdisc is niet normaal goed. Maar nu staat het blijkbaar nog niet goed, want dan sta je in een echo. Dus dat ga ik hier ook nog even moeten bekijken. Wacht, hè. Hier is mijn afstandsbediening. Yep. Ha. Dus misschien op stereo zetten of zo. Yes. Dus ik heb het op stereo gezet. En nu is het veel beter. Echt de max. Zo blij dat hij werkt. Niet normaal. Voor mij puur nostalgie. Dus ik heb nog een paar laserdiscs dat ik moet gaan halen bij mijn nicht. Dat ik gekocht heb. En dus ja, die moet ik nog gaan halen. Maar dat zijn echt van de max van films. Welke dat dan zijn, ga ik nog niet tonen. Want die films wil ik toen ook nog een video van maken. Dus sowieso de max. Mijn laserdisc speler werkt. 100%. En nu ga ik dat hier nog juist een klein beetje beter maken. Dat hier veel beter uitziet natuurlijk. Let's go, yo. Voilà, dus het is geïnstalleerd. Voilà, alles staat weer schoon en proper. Maar er is wel één mega ambetant punt aan heel die laserdisc speler dat ik zelf niet wist. Maar blijkbaar kan die laserdisc speler, dus de CLD1600, enkel maar PAL discs spelen. Dus hier kun je zien, wacht, ik weet niet of je het kan lezen, dus hier staat erop PAL, zo, en dat zijn enkel maar dus die gouden discs kan die lezen. Maar deze, dat zijn NTSC. Voilà, dat kun je daar zien. NTSC discs. En dat zijn de Amerikaanse. En dat kan hij niet lezen. Maar blijkbaar bestaan er dus spelers die beide kunnen spelen. Dus zowel de PAL als de NTSC. Dus dat is wel ambetant. Want al mijn laserdiscs dat ik gekocht heb, zijn allemaal NTSC. Dus die kan ik sowieso niet afspelen. Want ik heb dat juist geprobeerd voor zo een af te spelen. Zo, dus dat is, je ziet, dat is geen gouden. Dus als je zo doet. Voilà, close. En staat klaar. En je duwt op play. Maar er gebeurt gewoon niks. Dus hoor hem even draaien. En dan komt hij gewoon weer op open. Waarom? Omdat het gewoon niet de juiste disc is. Ik kan hem gewoon niet lezen. Dus hij smijt er hem automatisch smijt er hem uit. Dus dat is wel super ambetant. Dus als ik een laserdisc speler wil, moet ik al sinds een PAL NTSC kopen. Ik heb de juiste ene zien staan op Marktplaats. Maar dat was €420. Dus ik ben eigenlijk echt niet van plan om er zoveel geld aan te geven. Dus ja, dat wil zeggen dat ik enkel maar zo van die laserdiscs zal moeten kopen in de futuur. Ja, fuck, dat is wel echt super ambetant. Want ik heb nog andere laserdiscs en shit. Het zijn echt mega goede laserdiscs. Het zijn echt goede classic action movies. En fuck, dat is zo ambetant. Misschien bestaat er een manier voor toch, ja, misschien van een PAL naar een NTSC te maken of zo, maar ja, dat is ook al zodanig oud. Ja, misschien een keer een zoektocht doen naar een laserdisc speler dat ik een beetje goedkoper kan kopen. Fuck, het is super ambetant. Maar ja, kijk, het is wat het is.
Voilà, dat was een beetje de video van vandaag. Het is een rare video. Ik weet het, het is geen normale video van dag en dag gekocht. Maar ja, kijk, het is wat het is. Allemaal bedankt om te kijken. Oh, wow, 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 wow. Wacht, wacht, wacht. Heb je gezien dat je die video wil afsluiten? Maar het is nog niet gedaan. Dus, wat is er gebeurd? Ik was zo teleurgesteld dat die laserdisc enkel maar pal kost afspelen. Dat ik gewoon op het internet gegaan ben, op tweedehands, op Facebook Marketplace, op Vinted, op Marktplaats, weet ik veel allemaal. En ben gewoon beginnen zoeken achter een laserdisc speler die pal NTSC kan afspelen. Maar dat is ongelooflijk duur, zo toestel. Maar ik heb blijven zoeken. En wat is er gebeurd? Ik heb een laserdisc speler gevonden die PAL en NTSC kan afspelen. In Ruisleden was dat. En ik ga hem u een keer tonen zien. Voilà, dat is hem. Hey, dik in orde. Voilà. En ik heb er ook nog een paar platen bij gekregen. Ik zal een keer tonen wat voor platen dat ik erbij gekregen heb. Voilà. Dus ze zijn allemaal zo goed als nieuw. De eerste is X-Files, The Movie. Voilà. En ze zitten echt nog allemaal in plastic. Dus kijk, ze zitten nog allemaal schoon in plastic. Echt, de max super schone staat. Zo goed als nieuw. Dan hier Dick Tracy. De film. Voilà. Zo. En dat zijn allemaal NTSC platen. Dus allemaal Amerikaanse. Ik heb het daar ook getest. En dat werkt allemaal perfect. Dat is The Lost Boys. Zo. Dik in orde. Dan hebben we nog Walt Disney Hercules. Voilà. Dikke orde. En dan hebben we ook nog Amistad van Steven Spielberg. Zie, ze blinken nog enorm, hè. Dat is niet normaal. Voilà. En dan hebben we ook nog in plastic The Night Before Christmas. Voilà, zie. Dikke orde. En hoeveel heb ik betaald in totaal? €200. Dus voor de speler en voor de platen tezamen. Wat er ook nog een groot voordeel bij is, dat ik niet had bij de anderen, is dat er hier wel een afstandsbediening nog een keer bij is. En echt hoor, hij is gewoon niet normaal goed in van staat. Zo, de staat is enorm goed, er zit geen één krasje op, het is echt zo goed als nieuw. Dus mensen, wat gaan we nu doen? Ik ga nu die oude laserdisc ga ik er weer van tussen halen. En die ga ik op aansluiten. En toen gaan we een keer testen op onze tv of dat allemaal wel goed en wel werkt. Maar normaal wel, want ik heb hem daar getest. Dus ga jij mee voordat je in elkaar te steken? Helpt een beetje. Let's go, yo. Voilà, hij is geïnstalleerd. We gaan vlug een keer een laserdisc opsteken. Welke gaan we pakken? Ik weet het niet. Hier, Hercules. Voilà. En nu op hoop van zegen dat dat gaat lukken. Zo. Side 1. Zo. Toe doen. TV'tje aan. Dan ook nog mijn home cinema moet aan. Zo. Ik heb dat vanachter geïnstalleerd dat dat op CD moest staan. De kabels zitten in het CD. Ja, voilà. Dus het blauwe scherm.
Dat hebben we al. En nu gaan we een keer op play doen. En ben ik een keer benieuwd of dat gaat lukken. Come on, hè. You can do it. Dat ziet er al goed uit. En TSC, yes. FBI. Bla bla bla. Al die uitleg moet je dat al niet weten. Gewoon spelen, dat is al je moet doen. Voilà, zei Walt Disney en we zijn vertrokken. Nu ga ik een keer luisteren. Ja, het is via de boxen. Voilà. Dus het is echt like, een VHS van vroeger. Dus het is niet de bedoeling dat je kan. Dat er een menu is of zo, of dat je taal kan kiezen, totaal niet. Het is gewoon de taal die erin zit. Bij sommigen is Engels ondertiteld, bij sommigen niet. Kijk, bij die niet. Voilà. En dat is Laserdisc, dames en heren. Voilà, dus alles is de max dat hij speelt, dat hij goed speelt. Ik heb ook de indruk dat hij zuiverder speelt dan die andere speler. Ik denk dat die andere speler ook wel echt heel oud was, maar ik ben niet zeker. Dus ja, ik ben content. Goed, voilà. Dus wat gaan we met de oude speler doen daar? Dat weet ik nog niet. Waarschijnlijk verkopen of zo. Of, maar ik ga er ook maar €50 voor vragen. Lekker dat ik er evenveel voor betaald heb. Maar het is natuurlijk maar een PAL. Dus ik kan enkel maar PAL-discs afspelen. Maar misschien zijn er mensen die geïnteresseerd zijn of zo. Misschien laat het een keer weten dat je geïnteresseerd bent. Het is €50. En ja, maar je moet er wel zelf omkomen, want dat ga ik niet beginnen verzenden, want dat weegt enorm veel en dat ga ik zeker niet doen. Dus, voilà, dat was het, mensen. Ik ben heel content met mijn laserdisc speler. Ik ga dat hier een beetje stiller zetten. En nu ga ik dus wel de video afsluiten. Dus allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer op mijn kanaal. Je kunt mij volgen op Instagram officialpippiblue. En ik zou zeggen, tot de volgende keer, voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. En dat zal waarschijnlijk morgen zijn, want morgen is zaterdag. En morgen gaan we dus terug naar de rommelmarkt voor te kijken wat we nog allemaal kunnen vinden en kopen. Goed, allee, tot een beetje later, hè. Yo, yo, yo.